Je bent een Rotterdammer in je hart en nieren. Je voelt je jovel rondom onze wc-dijk. Een avond Rotterdam in om te passagieren. En niemand is er zo tevreden en zo rijk. Ben je in Rotterdam geboren? Op het Noordplein of Katendrecht? Dan ken je van geen vreemde horen dat die van Rotterdam iets zegt. Want voor me haven en mijn blakie, voor me Coolsingel en het Hofplein, geef ik ze niet mijn laatste knakie. Daar ken ik alleen mijn eigen zijn. U kijkt naar Cineac TV. We beginnen vandaag onze uitzending met een reportage bij de SLOR, de Stichting Lokale Omroep Rotterdam. Eén keer per jaar is daar een bijeenkomst en dan presenteren ze het nieuwe programma. Het hoogtepunt van het programma, Cineac TV. Vandaag bij de opening van het nieuwe seizoen van Rotterdam TV. Ik ga met Rogier praten, jij bent van de programmaraad. Ja, er gaat toch ook het een en ander veranderen? Ja, er gaat zeker het een en ander veranderen. Rotterdam TV krijgt steeds minder aanbod, dat willen we gaan veranderen. Dus aan de ene kant gaan we wat strenger kijken naar welke programma's er zijn en wat de kwaliteit ervan is. En hebben ze wel echt met Rotterdam te maken? Vroeger kon je alleen maar via Rotterdam TV uitzenden als je niet op Nederland 1 zat. Theoretisch kan je ook via internet, dus we willen Rotterdam TV echt over Rotterdam laten gaan. Tegelijkertijd zijn we op zoek naar nieuwe programma's. Nou, we hebben een paar hele mooie. Er komt een programma voor ouderen, dat hadden we nog niet. Een programma over sport en een cultuurladder. Nou, dat zijn echt mooie dingen die Rotterdam TV mooier maken. Oké, maar er gaat nog meer veranderen, want in verband met de SLOR. Ja, je bedoelt de stichting die achter Rotterdam... De stichting die achter Rotterdam TV zit. Ja. Wij hebben bedacht dat wij... Eigenlijk, we doen al 25 jaar ons werk, dat doen we heel erg goed. Maar we willen ook ander werk erbij gaan doen. We willen veel actiever mensen gaan stimuleren om tv te maken. Misschien een aantal mensen nu zitten te kijken thuis zeggen... Ik zou ook wel tv of radio willen maken, maar ik weet niet waar ik moet beginnen. Nou, wij willen veel met onze organisatie erop ingericht is dat we die mensen kunnen helpen. Niet zozeer dat wij zelf je videocursus gaan geven, maar wij kennen weer iemand die dat wel kan. En die gaan we aan elkaar binden. Dat is het eerste. En dat doen we niet door in ons kantoor te wachten tot je naar ons toe komt. Maar eigenlijk willen wij iemand op een fiets hebben die de stad doorgaat om je op te zoeken. Op wat voor termijn denken jullie dan om dat voor elkaar te krijgen? Als ik kan toveren morgen, dan moeten we ten eerste nog even wachten tot februari of bekend is. Of wij de nieuwe lokale omroep zijn of misschien een andere club. Of dat we gaan samenwerken. Hoe dat precies gaat, dat weten we nog precies. Kijk, je moet bedenken, we krijgen van de gemeente heel erg weinig geld. Eigenlijk net genoeg of misschien net niet genoeg om te blijven doen wat we doen. En ik ben ook maar een vrijwilliger, dus het is niet makkelijk, maar we zetten alles op alles om dat steeds stapje voor stapje beter te gaan doen. Daar hebben we de hulp van alle Rotterdammers benodigd om wat voor elkaar te krijgen. Gelukkig komt er binnenkort bij ons iemand speciaal hiervoor werken. En als het goed is, ga je steeds meer van ons zien. Nou ja, wat je zegt, in februari kan net zo goed iemand anders zijn die misschien tv gaat maken. Jullie zullen televisie blijven maken. De enige vraag is wie de stichting is. Ja, ik bedoel die erachter zit. Die erachter zit. En wij gaan ervan uit dat wij de meeste ervaring hebben, de mooiste apparatuur en plannen die ook realistisch zijn, dat wij dat gewoon blijven doen. Je bent een Rotterdammer in je hart en nieren. Je voelt je jovel rondom onze wc-dijk. Cineac TV maakt nu 12 jaar tv-programma's in Noord, Krooswijk, Delfshaven, Feyenoord en Charloes. En natuurlijk ook nog Cineac Pietje Bel. Rotterdam geboren, op het Noordplein of Katendrecht, dan ken je van geen... Ook maken we Cineac Muziek en Cineac Milieu. En iedere donderdag een documentaire bij Cineac Extra. Dat doen we met veel plezier samen met de bewoners over alles wat er in de wijken gebeurt. Daar ken ik alleen mijn eigen zijn. Maar soms valt er eentje weg en dat doet dan veel pijn. Dit was dus het einde van Cineac Feyenoord. Het doet zo'n pijn, zo'n pijn. Het was met de camera op stap en allemaal leuke verschillende mensen opzoeken, interviewen. Helemaal fantastisch. Nee, rot op man. Tegenwoordig praat ik ook gewoon helemaal plat. Hè? Helemaal Feyenoord, helemaal Zuid. Evo Aka, Arasani Bon. Dit is de echte Bahia. Ah!
Nou, op zich gaat het wel goed. We hebben, even kijken, ja, overal wordt bezuinigd en wij krijgen vaak geld van deelgemeentes om het programma te maken. En dan hebben we, voor de mensen die dat niet precies weten, we hebben ongeveer 1,5 beroepskracht hebben we per afdeling. En die werken dan samen met een pakweg een stuk of 20 vrijwilligers. En nou, een aantal jaar geleden hadden we 8 van dat soort programma's. En nu hebben we er nog 4. En, maar die proberen we wel overeind te houden in ieder geval. Alleen, ja, het wordt gewoon steeds moeilijker om, om geld te vinden. Iedereen roept altijd van de deelgemeente die wil financieren, die wil ook weten hoeveel mensen kijken. Nou, er zijn allemaal van die luisteronderzoek, of van die kijk- en luisteronderzoeken. En die kan je op allerlei verschillende manieren uitleggen. Maar eigenlijk kijken er ongelooflijk weinig mensen naar Rotterdam TV. Het wordt niet echt heel erg goed bekeken, volgens mij. Hebben jullie er een beetje vertrouwen in dat het overleeft? Tuurlijk, kijk, de lokale omroep bestaat en het blijft bestaan als gewoon geregeld in de mediawet. De vraag is wel, hoe relevant ben je? Je kijkt niet de hele dag Rotterdam TV, maar 10% van de Rotterdammers kijkt regelmatig even naar een van onze zenders. Dus er is duidelijk een behoefte aan televisie voor Rotterdammers en door Rotterdammers. Dat is lastiger. Er zijn op de kabel zitten 999 kanalen en wij zitten er maar eentje van. Dat erretje, waar staat het nou precies voor? Dat blijft lastig. En we hebben ook niet het geld, en dat krijgen we ook niet van de gemeente, om alle trams Rotterdam vol te hangen met Rotterdam TV. Maar wat is dan wel een optie? Hoe moet je dat dan aanpakken? Nou, om bijvoorbeeld met de RET samen te werken en dat onze itempjes in de tram te zien zijn. En dan bijvoorbeeld items over de tram op Rotterdam TV. Zulke soort deals, dat gaat Rotterdam TV bekend maken. Wij gaan niet bekend worden van reclamecampagnes, ook niet van de concurrent van So You Think You Can Dance. Maar wel van programma's die echt Rotterdammers raken, waardoor ze gaan kijken. En verbinding met plekken Rotterdam, waardoor we bekender worden. En dan zie je dat onze formule, weet je, samen met buurtbewoners programma's gaan maken. Nou, dat is echt, dat kan hartstikke leuk werken. Mensen kunnen er heel enthousiast van worden. Er zijn delegaties uit Utrecht geweest en die zeiden, dat willen we ook. En dat was 3 jaar geleden. En sindsdien hebben ze op een fantastische manier, hebben ze ook wijktelevisie, hetzelfde wat wij hebben eigenlijk. Vrijwilligers komen overal vandaan en willen dolgraag dit soort programma's maken. Stagiaires melden zich aan. Alleen, ja, we vinden dat we overal zo'n soort vent als ik nodig hebben om het toch te begeleiden. En iedereen roept wel, alles moet op vrijwilligers draaien. Nou, ik kan je zo uitleggen waarom het niet kan. Ondanks het feit dat al die vrijwilligers zich fantastisch inzetten, heb je gewoon ook gewoon her en der heb je beroepskrachten nodig. En daar is geld voor nodig. Dat is de sleutel voor het succes. Ja, ik denk dat dat geldt ook voor de Sloor, waar ik dan veel mee te maken heb gehad. En eigenlijk voor de medewerkers van alle programma's. Kijk, als je dingen met enthousiasme maakt en met passie en je blijft er gewoon tegenaan gaan, dan kom je vanzelf mooie dingen tegen. Als je in een kantoor blijft zitten, wachten tot er een leuk programma komt, dan kan je heel lang wachten. Ga ervoor. Goed zo. Je praat nog naast. Nou, tot zover onze reportage over de Sloor. Ja, wat vinden wij van Cineok TV ervan? Ik weet het niet. We hebben geprobeerd om de directeur van de Sloor te interviewen. Die wilde niet meewerken, helaas. En eigenlijk heb ik een beetje het gevoel dat iedereen zich al neerlegt bij een komende ondergang. Maar ik zou denken, probeer eerst eens te kijken wat je allemaal hebt. En als je dan mensen gaat aannemen, neem dan goede mensen aan. Afgelopen donderdag was er een vergadering bij de actiegroep in het Oude Westen. Wat is er aan de hand? De organisaties die nu geld krijgen voor hulpverlening aan ouderen en maatschappelijk werk en de vraagwijzer, die krijgen geen geld meer per 1 januari. In plaats daarvan komen 2 nieuwe organisaties die misschien goedkoper zijn. Maar buurtbewoners zijn bang dat hun oude vertrouwde hulpverlener dat die weggaat. En daar gingen ze vragen over stellen aan portefeuillehouder Marjolein Masselink. De instellingen waar de maatschappelijk werkers, oudere werkers, opbouwwerkers, sociaal-cultureel werkers die werken, die hebben geen opdracht meer gekregen. Dus het is nu afwachten wat er gebeurt. Wat die mensen, wat die instellingen die we gekregen hebben, het hebben voorgesteld, weten we niet. Want dat hebben we allemaal niet gezien. Wat we wel weten is dat ze niet bij ons geïnformeerd hebben. Ik ben mevrouw Kabin en ik hoorde mevrouw net zeggen, dan komen er andere goede mensen. Maar deze mensen die nu hier zitten bij
bij maatschappelijk werk en die hulp aanbieden, die mensen zitten hier al zo lang. En die mensen kan je niet zomaar wegsturen. Iedereen die hier zit, of ze nou oud zijn of niet oud zijn. Ik ben met mijn scootmobiel. Die mensen hebben me jaar in jaar uit bijgestaan. En dan moeten we straks afwachten of welke goede mensen deze mensen weer gaan vervangen. Dat we dadelijk met z'n allen naar een stadhuis moeten gaan. Afspraken moeten maken. Mogen wij alsjeblieft geholpen worden met iets? Moeten we weer een half jaar wachten voor een maatschappelijk werkster of voor een scootmobiel of voor iets anders? Dat wordt er niet gevraagd. Wat gaat er dan fout? Kwadraat is eruit gekomen als de beste aanbieder van, voor de opdracht van het toegangsloket. En ik vertrouw erop dat zij die opdracht heel goed gaan invullen. En dat zij komen met goede mensen die uw vragen gaan beantwoorden. Ja, dit zijn goede mensen. Dat zijn goede mensen. Dit mensen de aanbesteding is geen veroordeling van jullie mensen die... Jullie denken alleen maar aan geld. Geld, nee. Geld is belangrijk. Stout verdankt die jarenlang goed werk hebben gedaan. Zo. Die worden als een oude schoen weggegooid. Dat is zo. De nieuwe groep heeft misschien wel goed, maar de oude mensen, de mensen die het goede werk hebben gedaan, jaar in jaar uit, die worden als oude schoenen weggegooid. En ik noem dat stank voor daan. Ja, zo is dat. Ja. Ontzettend moeilijk om de partijen die zoals ze nu functioneren met elkaar op tafel te krijgen en te laten samenwerken. Hoe is het mogelijk? Nou, dat is werkelijk, Marjolein. Hoe is het mogelijk dat er geen contact is tussen mensen die met de jongeren werkten en de bokschool? Waarom komen er geen jongeren van de bokschool automatisch naar de huiswerkklas? Waarom is er geen goede samenwerking met de speeltuin? Waarom zijn dat allemaal aparte eilandjes? Ik vind dat heel zorgelijk. En ik denk dat je met elkaar, als je dat één huis laat zijn, dat huis van welzijn, veel sterker bent. En veel beter resultaat kunt halen. We hebben het nu wel over individuele hulpverlening. Voor mensen, de zwakste in de samenleving. En nogmaals, niet alleen de zwakste in de samenleving, maar ik had hier ook niet gestaan zonder het maatschappelijk werk. Zo is dat. Uitgangspunt is, en dat geldt voor het hele centrum, dat wie hulp nodig heeft, hulp moet kunnen krijgen. Ja, maar dan wel op te wijzen die de bewoners dus wel op te wijzen waarop de bewoners dat willen. En niet dat het inderdaad de oude schoen wordt weggegooid. Ik ben ontzettend goed door Gemma geholpen en door het maatschappelijk werk hier in de Galvenstraat. En nogmaals, daardoor heb ik mijn burgerkracht weer terug. En misschien wil je dat niet. Ja. Dat heeft ook alles te maken met het op handen zijnde einde van de deelgemeente. En daarna is er mogelijkheid dat de stad of welke partij er dan ook zit de opdracht verleent. Dirk de Vos is voorzitter van het Fonds Bijzondere Noden. Wat doet dat fonds eigenlijk? Wij helpen Rotterdamse huishoudens met een acuut financieel probleem die door niemand anders meer kunnen worden geholpen. En waarvan de hulpverlener zegt van ja, hier moeten we toch eens even naar kijken. De hulpverlener neemt contact met ons op en die zegt van ik heb hier een mevrouw. En die zit bijvoorbeeld in de schuldsanering. Ja. En het loopt allemaal goed. Maar nu krijgt ze bijvoorbeeld de jaarafrekening van Eneco. En die kan ze niet betalen, want ze zit in de schuldsanering. Zeg maar €50 per week komen voor haar met de twee kinderen. Ja. En ze kan geen schulden aangaan. Ze kan geen lening sluiten voor die eindafrekening. Maar als je een nieuwe schuld afsluit tijdens je schuldhulpverleningstraject, dan word je eruit gegooid. Ja, ja, ja. Dus dan is er een soort tijdelijke extra dan nood. Dan is een acuut financieel probleem. Ja. Want zouden ze dat niet kunnen betalen? Dan wordt de elektriciteit afgesloten. Ja. Ze kan het niet betalen. En dan kijken wij van, nou, dan proberen wij die mevrouw te helpen. Maar wij hebben alleen maar contact met hulpverleners. Okay, dus dan moeten mensen eerst naar een maatschappelijk werk. Ja, om, ja. En die nemen dan met uw contact op, met uw organisatie contact. Ja, ja. En hoe lukt het u om aan geld te komen? Wij krijgen geld van particuliere fondsen. Die vroeger kregen zij allerlei aanvragen met een acuut financieel probleem. Maar dat konden ze niet aan omdat ze maar eens in de maand of eens in de drie maanden vergaderden. Ja. En dan was het ellende was al achter de rug. Dus die hebben geld in een fonds gestort, ons fonds. Okay. En we krijgen ook af en toe nog hulp van de gemeente Rotterdam. Mm-hmm. Denk je nou dat er crisis is? Ja, absoluut.
Ik heb toevallig uitgerekend dat vergeleken met vorig jaar de eerste 8 maanden en nu de eerste 8 maanden, hebben we 50% meer aanvragen. Zo, dat is nogal wat. Dat is heel erg, ja. Want je merkt wel dat de armoede neemt hand over hand toe. De rek is eruit bij mensen, er is geen buffer meer. En geldt dat ook bijvoorbeeld voor kleine dingetjes? Iemand heeft een gebit nodig of iemand heeft... kinderen kunnen niet mee op zomervakantie, op schoolkamp, weet ik, dat soort dingen. Ja, dat soort zaken, daar lopen we allemaal tegenaan. En met een gebit, normaal gesproken, valt het onder de zorgverzekering. Dat kan allemaal wel. Maar bijvoorbeeld kinderen die niet op school kunnen, omdat er gewoon geen geld is, dat gebeurt ook. Maar daar hebben we een apart fondsje voor. Dat hebben we dankzij het fonds DBL, hebben we daar... geld voor gekregen om met name dan voor schoolgaande kinderen die in een bepaalde situatie zitten, daardoor niet of onvoldoende gewoon op een normale manier naar school kunnen. Die kunnen vanuit dat fondsje kunnen we nog helpen. Maar kan de school maatschappelijk werken, kan ons bij ons een aanvraag indienen. Krijg je binnenkort nog dat eigen bijdrage voor €350, BTW gaat 2% omhoog. Ja. De uitgaven van mensen wordt nog wel veel hoger eigenlijk. Ja, dus de schulden zullen ook wel toenemen, neem ik aan. Ik ga ervan uit dat dat ook nog toeneemt en dus ook de armoede neemt toe. En ik zie je de komend jaar met zorg tegemoet. Hans Goossen is voorzitter van de ROSA, de Rotterdamse Alliantie tegen Sociale Armoede. Vorige week hebben ze allemaal gemeenteraadsleden uitgenodigd om te vragen wat hun standpunt is over armoede. Dat niet alleen, maar ook mensen die er niet meer aan toe zijn, die worden gekort op hun uitkering. Als ze een keer ziek zijn en niet verschijnen, krijgen ze al 10% korting op hun uitkering. Schulden lopen helemaal de pan uit bij heel veel Rotterdammers. En een hele hoop Rotterdammers kunnen al helemaal niet meer voldoen aan dingen van de sociale dienst. Gewoon omdat ze het Nederlands niet voldoende vaardig zijn. Dus geen formulieren kunnen invullen. Dan zijn er huisuitzettingen, neemt toe. Dan gas- en lichtafsluitingen. Ook al zegt men dan dat bepaalde periodes niet mag, dan gebeurt het toch. Dus ja, wat dat betreft, het is verschrikkelijk. Wezel. En ik ben Henny Schepers. Ik via Blok. Ja. En wat komen jullie hier doen vandaag? Wat is de bedoeling? Het is de bedoeling dat wij een beetje steek onder water geven daarna de raadsleden en commentaar geven op hetgene wat ze te zeggen hebben. En waarom moet dat gebeuren? Waarom zouden we het niet doen? Anders gebeurt er niks. Ja. Ze breken heel Rotterdam af. Hey, maar is het echt de armoede aan het toenemen? Ik denk wel dat in Rotterdam of in heel Nederland wel. En wat we nu krijgen met een nieuwe kabinet, dat ook de afbraak dreigt van alle sociale voorzieningen, terwijl de werkloosheid toeneemt in Nederland. Ja. En wat kan daaraan gebeuren? Nou, in ieder geval veel meer aandacht aan de armoede en zoveel mogelijk de sociale voorzieningen dus op peil proberen te houden. En vandaag hebben jullie je hoop gevestigd op de gemeenteraadsleden die hier komen? We kunnen alleen maar ons best doen. Hoop. We moeten eerst afwachten wat zij te zeggen hebben, toch? Nou, dan gaan we nu naar de koffie. Ja, en de krakelingen. Heerlijk. Heel goed. Van Hans Goossen namens de Sociale Alliantie, waarin staat dat de mensen in armoede als totale groep beschouwd steeds vaker worden weggezet als fraudeurs of criminelen door sommige politieke partijen en hun aanhang. En er wordt er hier nu aan toegevoegd, laten we er niet een erg politieke bijeenkomst van maken. Dat is niet akkoord. Ik verwacht, Hans, van jou... Ik heb hier een heel leuk antwoord op. Ja. Het volgende antwoord, toen jij mij dat zei een zondag, toen zei ik, wie de schoen past, die trek hem aan. Want ik bedoelde in feite de VVD en de Tweede Kamer, maar eigenlijk het ministerpaar, minister en staatssecretaris... Je lief. Nee, ik heb het letterlijk aan je gevraagd en ik vroeg aan je welke partij je... We staan nu in de tuin van de Gerard Scholtenstraat, meneer Stuivenberg van Leefbaar Rotterdam. Wat was er ineens, een woede? Nou ja, een woede. Ik heb gewoon goed uitgelegd wat voor uitnodigingen wij als Leefbaar Rotterdam hebben mogen ontvangen van de Sociale Alliantie.
waarin duidelijk werd gezegd dat sommige partijen doen alsof iedereen in de bijstand crimineel is. Dat vond ik nogal vreemd. En dat zeggen jullie niet? Nee, dat zegt geen enkele politieke partij. Je kan het eens zijn met wat we zeggen, je kan het ermee oneens zijn. Maar we zeggen natuurlijk niet dat iedereen die in de bijstand zit, dat die crimineel is. Dat is een schandalige uitspraak van de Sociale Alliantie. Ik heb voor de zekerheid daarom gebeld naar de persoon die die uitnodiging had verstuurd en gevraagd welke partijen bedoel je daar dan mee? En er werd mij te kennen gegeven alle partijen behalve de SP. Er zitten 8 partijen in de Rotterdamse gemeenteraad. De SP is er 1 van. Er zijn nog 7 andere. En volgens de Sociale Alliantie doen die dus allemaal alsof iedereen in de bijstand crimineel is. En dat is het soort berichten dat zij naar de mensen in de bijstand sturen. Als je dat doet, dan houdt het voor ons op. Dan ben je geen gesprekspartner meer. Maar ik laat me natuurlijk niet op zo'n manier neerzetten om dan de volgende dag weer gezellig met ze aan tafel te gaan om te praten over de problemen. De mensen in de bijstand blijven mijn gesprekspartner. Ook bijvoorbeeld de cliëntenraad of het Fonds Bijzondere Noden en andere organisaties allemaal wel. Dus de mensen in de bijstand hoeven daar niet onder te lijden. Maar de Sociale Alliantie als organisatie, dat is klaar. Ik heb me gevraagd om het terug te nemen. Hebben ze niet gedaan. End of story. Dan gaan we het nu even hebben over de mensen in de bijstand. Wat moet daarvoor gebeuren? Nou, wat we zien dat waar de mens zich zorgen over maakt, is dat er te veel armoede is en dat er meer armoede bij komt en dat de budgetten om armoedebeleid te voeren in Rotterdam naar beneden gaat. En dat klopt allemaal. En wat moet je dan doen? Moet je meer geld er naartoe sturen? Moet je zorgen dat er meer voedselpakketten worden uitgedeeld? Of zijn er nog andere dingen waar je op kan bezuinigen, zodat je het allemaal wat beter kan verdelen? Leven Rotterdam denkt dat er nog beter verdeeld kan worden. We zien bijvoorbeeld dat er nog steeds een volledige vergoeding van het eigen risico is voor mensen in een collectieve ziektekostenverzekering. Leven Rotterdam kan zich voorstellen dat het eigen risico voor mensen met een laag inkomen een laag eigen risico moet zijn, maar niet nul. Dat vinden wij te gortig en daarmee haal je ook een drempel weg en neem de maatschappelijke kosten alleen maar toe, want dat eigen risico bestaat niet voor niks. Bijvoorbeeld een wasdroger die in de bijstand nog steeds vergoed kan worden, dat wordt gegeven als lening, maar we weten, een tientje per maand aflossen en na 3 jaar de rest kwijtgescholden krijgen, betekent dat niet alles wordt terugbetaald. Dat is logisch dat dat zo is. Maar ja, een wasdroger is een luxe artikel dat veel mensen niet kunnen betalen, die gewoon werken en belasting betalen. Dus dat moet je ook nooit vergoeden aan mensen in de bijstand. We staan met Josien Steurmans van de SP. Josien, is er nog plaats voor arme mensen in Rotterdam? Ja, er wonen heel veel arme mensen in Rotterdam, dus dat mag ik maar hopen. Want ik vind altijd, je hebt een stad en daar wonen mensen in. En daar zou je het mee moeten doen, of ze arm zijn of rijk. Als je in Laren woont, heb je een hoop rijke mensen. In Haren heb je problemen en in Rotterdam heb je een hoop arme mensen. Op dat vlak is echt nog geld te vinden in Rotterdam. Echt nog geld te vinden. Het is zelfs zo dat we hebben allerlei spaarpotten. Hè. Het IFR, dat is een soort investeringsfonds. We hebben allerlei reserves op de begroting staan. Die reserves, daar zegt wethouder Kriens van Financiën steeds van, die mogen we alleen helemaal aan gaan spreken als er echt stront aan de knikker is. Als we in de problemen zitten. Nou, als een aantal mensen in deze stad nu nog niet in de problemen zitten in haar ogen, wanneer dan wel? Dus we hebben vorig jaar bij de begrotingsbehandeling, zullen we ook weer bij de begroting voor 2013 in november, is dat in de gemeenteraad, gaan we weer bepleiten om dieper in die reserves te duiken om te zorgen dat mensen inderdaad als ze ziektekosten hebben, als ze naar de rechter moeten stappen omdat ze ruzie hebben met de sociale dienst bijvoorbeeld, of in een echtscheiding zitten of met de kinderrechter iets hebben, dat ze gewoon fatsoenlijk gebruik kunnen maken van voorzieningen van de overheid. Dan gaan we nu verder met Sinioc Shiloh's. Over een klein half uur komen de fietsers komen aan vanuit Brugge, 145 kilometer. En dat zijn allemaal mensen die iets hebben met Shiloh's. Of ze zijn hier geboren, of ze werken hier. Hiermee symboliseren zij als het ware de afstand tussen Brugge, waar Karel de Stoute, de grondlegger van Shiloh's, ligt begraven. En zeg maar de stad, de deelgemeente, die hij 550 jaar geleden het leven heeft geschonken. Er zijn 40 mensen vanmorgen gestart. Er zijn 3 mensen onderweg zijn er uitgevallen, want het is al wel een hele zware tocht. En het zijn over het algemeen geoefende fietsers. De jongste is 27, maar de oudste is 77. En het gaat met een tempo van 25 kilometer gemiddeld per uur. Dus dat houdt in soms 22, maar soms ook 30 kilometer. En dat is een topprestatie. Vanmorgen zijn ze hier vertrokken om 5:30 notabene met een bus van Milot.
En ze zijn dus afgezet op het stadhuisplein in Brugge. En om exact 9:30 hebben Ed Goverde en de schepen van Brugge hebben het startschot gegeven. We gaan ze met veel applaus binnen. Ja, we gaan ze absoluut met veel tromgeroffel en champagne gaan we ze binnenhalen. De opbrengst is over voor het Sophia Kinderziekenhuis. Geweldig hier, hè? Ja, echt ontzettend genoten. Mooi weer, wat wil je nog meer, hè? Was het te doen? Ja, het was goed te doen. Ja? We hadden goed weer, een beetje regen in het begin, maar het was goed te doen. De wind viel ook nog mee. De Zuiderparkspelen staan dit jaar in het teken van de middeleeuwen, omdat Charlotte 550 jaar bestaat. En daarom is hier het grote Fort op Zuid gebouwd. En we hebben mooie ridders die allerlei shows gaan geven. Er zijn vanochtend 100 kinderen al geweest en nu is er net een groep van 200 kinderen aangekomen die hier lekker aan het bouwen zijn. En ze krijgen les nu om goed stevig met materiaal mooie hutten neer te zetten. Want van de week worden er nog meer hutten bijgebouwd. Iedereen mag komen, iedereen is welkom. Ja, en het is een prachtige dag om lekker hier te komen genieten in het Zuiderpark. Er zijn allerlei activiteiten van jong en oud. Theater, voorstellingen, muziek, lekkere hapjes om te eten, drankjes. Veel dingen, activiteiten voor kinderen. En kijk vooral even naar de website www.zuiderparkspelen.nl om het programma goed te bestuderen. En kom allemaal zondag mee vieren, feest vieren met ons hier, omdat Charlotte 550 jaar bestaat. Nou, we zijn vanaf nu en de komende 3 weken bezig met de uitvoering van een nieuw kunstwerk. Een soort beeldentuin in het Zuiderpark. En die maakt gebruik van de beelden die vroeger op het Theater Zuidplein zaten. De opening is op 5 oktober om 4:15. En die valt samen ook met een tweede tentoonstelling met kunstenaars in het Volkstuinencomplex. Het is aansluitend daar een opening. Dus je hebt eigenlijk een hele dag met kunstopeningen in het Zuiderpark. Nou, dat was het voor vandaag. Dank u wel voor het kijken. Ik vond zelf dat we te veel informatie hadden, te veel gesproken dingen en te weinig leuke beelden. Weet ik veel van de lucht en van ruimte. Maar volgende week gaan we dat beter doen. Bedankt voor het kijken. Tussendoor kunt u nog even naar www.siniac.tv of naar Facebook. Graag tot de volgende week. Daar ken ik alleen mijn eigen zijn.